De Sint is weer in het land en ook in onze regio werd hij ingehaald. In Beuningen begon de intocht met Zwarte Pieten en burgemeester Bergman met een zoektocht naar Sinterklaas. Uiteindelijk verscheen de Sint op een balkon op het Julianaplein en moest de brandweer eraan te pas komen om hem op het podium te krijgen. In Nijmegen kwam de Sint vertrouwd aan op de Wouwkade. Ondanks de aangekondigde demonstraties verliep de intocht rustig. Na aankomst op de Wouwkade trok de Sint en zijn Pieten door het centrum van Nijmegen en werd de intocht afgesloten op de Grote Markt. Ook in Druten is Sinterklaas aangekomen dit weekend. De Sint en zijn Pieten kwamen op de boot aan en de kinderen konden niet wachten tot hij aan wal kwam. Burgemeester Ray Oud-Ammerveld verwelkomde de Sint, waarna ze richting Sporthal De Heuvel gingen.